Hè? We hebben een keer diamonds gevonden, jongens. Want als je hier kijkt, kijk hoe ver dit naar beneden gaat. Dan denk je, oh, dat valt wel mee, toch? Kijk, het gaat daar letterlijk met render distance. Kan het nog maar net aanzien. Oh, oh! Wow, wat een chunk. Oh my days. Oh, dit is toch zo'n mooi hout. Dit combineert zo mooi met cobblestone en met stone bricks. Die combinatie is gewoon echt ultiem. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag, jongens, zijn we bij de allereerste... Creeper, hallo. Zijn we bij de allereerste video van Content Veen seizoen 2. We zijn begonnen met een livestream. Die is heel goed gegaan. Ga eens dood. Sterf! Oké, hij is dood. De livestream ging heel goed. Dit is hem. Als je benieuwd bent, link staat in de beschrijving. Daar heb ik met Reno en Roy heb ik al lekker gemined en best wel veel dingetjes bij elkaar kunnen rapen. We hebben hier een kistenplekje en daar beneden aan het begin van een klein huisje. En jongens, wat hebben we toch een prachtig plekje uitgekozen tussen de bergen. Echter, bij Content Veen seizoen 2 net iets anders dan het eerste seizoen. Dit is de wereld die we op het moment hebben. En dit zijn de regio's die we hebben verdeeld over deze wereld. En hier zitten Roy, Reno en ik. Iedereen heeft zijn eigen regio met zijn eigen biomes. Kom ik nou in een andere regio die niet van mij is, mag ik niet de blokken daar hakken. Die zijn niet van mij. Wil ik nou jungle blokken? Wil ik nou desert blokken? Wil ik nou spruce blokken of sneeuw? Het is allemaal niet van mij. Ik moet onderhandelen. Ik moet gaan kijken. Misschien moet ik wel oorlog gaan voeren. Maar het is geen roleplay. We gaan geen roleplay spelen. Vandaag ben ik wel alleen in het kingdom. Althans, Nathan en René zijn ook online. Maar die zitten niet bij mij natuurlijk in mijn kingdom of in mijn regio. Maar goed, dat is niet het doel voor vandaag. Mijn doel is om even deze enchanting table af te maken. En ik wil eigenlijk al full diamond armor zijn. Dat probeerde ik in mijn stream, maar was helaas niet gelukt. En ik wil een goed begin maken aan het kasteel dat ik hier wil bouwen. Want ik wil hier toch zo'n amazing groot kasteel bouwen. Kijk, hier was Reno begonnen met zijn prachtige huisje. Dat wordt ons startershuisje. Daar hebben we al eten en meloenen. En dat valt ook onder eten. Maar ja, de sugarcane is gegroeid. Dat vond ik heel belangrijk. Dat dit moest groeien. Want hiermee kon ik papier maken. En ik heb maar 3 papiertjes nodig. En dan is mijn droom compleet. Ja, ja, 3 papiertjes. Want ik heb voor mijn kasteel natuurlijk insane veel steen nodig. Want ik wil het helemaal van stone bricks en mooi gaan maken. Maar daarvoor heb ik natuurlijk een enchanting table nodig. Om gewoon efficiency en fortune en bla 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 op die pickaxe te krijgen. Zodat ik niet 100 miljoen uur hoef te spenderen aan blokjes hakken. Ik heb hem hier al helemaal klaargezet. Ik heb hier ook leer ergens verstopt. Juist maken we 1 boekje ervan. Door dat pakken we dit allemaal erbij. Doen we zo. En dan hebben wij een enchantment table. Oh, oh mijn god. Dan heb ik natuurlijk ook nog heel veel boeken nodig voor boekenkasten. Ah, nee. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ik had beter die sugarcane kunnen gebruiken om meer te planten. Big brain. Maar voor nu, enchantment table. Zo, we gaan de sugarcane wat meer laten groeien hier. Het is ook al wel best weinig, maar we hebben gewoon totaal geen water. Althans, misschien een heel klein beetje. Laten we, terwijl dit groeit, even een prachtige mine zoeken. Zodat wij even wat meer diamonds kunnen regelen. En dat ik even wat beter beschermd ben. En ik zie hier eigenlijk al gelijk een mooie ingang. Die mines tegenwoordig zijn zo cool, hè, jongens. Dat is echt, ik vind het zo amazing hoe groot ze zijn. En waar ze helemaal heen gaan. En dit is wel heel kut. Dit is helemaal onder water. Daar hebben we dan weer net niks aan. Oké, ik heb nu denk ik wel oprecht een mooie grote cave gevonden. Met, ja, lapis lazuli ben ik al heel blij mee. Want ik moet enchant op een gegeven moment. Maar we zitten nog een beetje te hoog. We zitten nog op 17. En tegenwoordig kan je helemaal naar min 60, hè, jongens. Hè? We hebben een keer diamonds gevonden, jongens. Mocht even duren. Je kan het aan mijn inventory zien. Ik ben echt al een tijdje aan het minen. Gewoon een tijdje op weg. Ik zit inmiddels ook al op min 30. En ik heb een keertje diamonds gevonden, hoor. Maar 2 is bij lange na niet genoeg. Weet je wat? We gaan wel gewoon even minen en dan zie ik jullie weer boven. A few moments later. Hè, ik heb een uitgang gevonden. Maar jongens, deze ga ik onthouden. Ik moest puur naar boven. Niet omdat ik genoeg diamonds had. Maar omdat ik nog maar 2 meloen slices heb die ik nu daadwerkelijk op ga maken. Maar dit gat moet ik even onthouden. Want als je hier kijkt, kijk hoe ver dit naar beneden gaat. Dan denk je, oh, dat valt wel mee, toch? Als je dat denkt, dan heb je het fout. Want kijk, het gaat daar letterlijk met render distance. Kan het nog maar net aanzien. Maar het gaat zo ver door. Het gaat helemaal naar min 40 of zo door. Dus dit gat ga ik onthouden. Want dat is nog helemaal niet gediscoverd, als het ware. Maar eerst moet ik even hier een uitweg zien te vinden. Maar ik heb genoeg steen bij me. Het is ook echt bovenop een berg. En precies hier in het gat. Zo, ja, dat ga ik onthouden. Coördinaten opslaan. En terug naar huis. Kijk. Oh, meer meloenen. En ik ga gelijk ook even wat brood maken van al dat wheat hier. Kut, die was nog niet klaar volgens mij. Ik vind het heel moeilijk om te zien. Het moet echt donker kleur zijn. Dan is het klaar. Zoals
was dit. Is dit klaar? Ja, dit was klaar. Mijn sugarcane is ook al heftig gegroeid. Er zijn er al 2 hele nieuwe bij. Het is echt helemaal niet gaan groeien. Het is helemaal kut. 16 diamonds. Daar maken we... Ik denk dat het belangrijk is om eerst even een diamond axe ook te maken. Dat dat in ieder geval gedaan is. En dan een diamond chestplate. En een diamond schoentje. Ik weet dat een helm beter is, maar ik heb heel vaak mijn helm af. Dus vandaar. Maar we hadden er nog 5. Die had ik met Reno. Weet je wat, Reno? Ik gebruik ze nu. En dan haal ik ze later voor je terug. Maar voor nu zijn het mijn diamonds. Dan maken we hier even onze kist van met alle oors en meuk. Heb ik... Waar is mijn ijzer? Oh, hier. Ik was mijn ijzer kwijt. Ik ga nu samen met René gaan we die kant op. Gaan we nog heel even minen. De laatste dingetjes regelen. Dan ben ik full diamond. En dan ben ik helemaal tevreden. Misschien kan René ook wat diamonds vinden. Hey, de eerste. Hatsflat. Die is even jou. Oh, het zijn er meer. Oh. Hey, thanks, hè. Precies. Ook gewoon zo'n big chunk. We delen. Oké, 50-50. Oh, daar ben ik gewoon langs gelopen. Kijk, daarop. Ze bijna nooit. Ik heb dit nu toe echt nog nooit eentje losgevonden. Maar ja, zou je wel weer zien dat het nu wel weer zo is natuurlijk. Hoi, diamonds. 1, 2, 3. Nou, oké, nog 3 te gaan. En dan zijn we done. Hé, hey, kijk eens. 3. Alsof het meant to be is. Deze. 1. Oh, oh, oh. Wow, wat een chonk. Wacht. Oh my days. Wow, en het is nog meer. Wow. We gaan wel even mooi delen, hè? Wacht even hoor, ik had er 5. Het zijn er 12, hier heb je er 6. Oh, wacht. Ik heb er nee, 12, dit klopt wel. Mee. Ik mag er nog eentje extra, of niet? Dit mag wel, maar... Nee, het komt gewoon niet uit. Die ene extra mag jij hebben. Jij hebt er nu ook 13 als het goed is, toch? Of 12 heb je er nu? 12. Ja, ik heb er 11. Dan is het gewoon prima. Nou, laten we terug omhoog gaan, denk ik. Jij was de ingevallen cave kwijt, loser. Hoi. Hallo. Hoppakee. Kunnen even dag maken. Mooi zeg. Ja, mooi hè. Ja. Kijk Robin. Ja, is ook mooi dit. Ja. Zo. Ja. Ja. Kijk, ook. Ja, dit is mooi. Hé, hey. Mooi. Ook mooi. Ja, mooi. Deze ook mooi. Mooi. Deze niet zo mooi. Je moet ook. Grinder. Zo grinder. Ik ben gewoon gaan minen. Minen? Minen. Hier, XP. We hebben van 26. Ik 28, lekker voor. Ik ben beter in Minecraft. Ik was de uitgang aan het zoeken. Wat was dat? Ik was de uitgang net aan het zoeken in deze gigantische berg. En ineens zie ik een birchboom en ineens was ik in jullie biome. Slash me houdt vast. Ja. Gevangen. Baby, handen omhoog. Imagine dat je echt je handen omhoog kan doen in Minecraft. Of als er mod voor zijn. Ja, dat je gewoon... Ik denk dat het heel droog uitziet. Nou, ik ga weer terug naar mijn eigen huis. Ja, succes. Koning René. Ik ga mijn kasteel hier bouwen, want dan heb ik meer... Ja, ik ben alleen maar jong dat ik geen zin heb om die berg weer op te gaan met een powdered snow. Bouw een bad. Ik bouw een bad. Bouw een pad. Gewoon als in het, dat ik hem ook kan gebruiken, jij ook. Gewoon een natuurlijk pad kan je bouwen. Ja, of maar 1 breedte zijn. We bouwen op zijn minst een pad met gewoon af en toe stairs en slabs ertussen. Maar dat wordt lelijk. Ja, maar als... Nee, niet als je het op deze manier doet. Kijk, als ik nou eens een beetje... Andesite. Dat valt het minst op. Andesite. Hier, ik heb vast een andesite voor je. Hier, go. Ja, dank je. Hey, bouw een bad. Dan maar omhoog. Oké, wacht. Nee! Zo. Wat nou? Oh. Stop. Oh. Nee, niet op die manier. Ja, wel op die manier, maar niet hier, als het ware. Nee, maar dat komt nog wel. Hier heb je je slabs terug. Ja. Dat komt. Nou, mijn eten is wederom bijna op. Dus we hebben echt een hongersprobleem hier de hele tijd. En die meloenen redden me wel. Alleen ja, het voelt zo slecht, weet je, meloenen. Oh, mijn sugarcane is wel echt lekker. Oeh, die is lekker. Ik heb niet dat ik het kan eten, maar die is lekker gegroeid. Dat is helemaal top. Kunnen we zo? Even kijken. Ik denk dat ik wel meer uiteindelijk nodig heb. Maar we houden het maar nu hierbij. Dan heb ik 7. Daar kan ik wel weer boekjes van gaan maken. Althans, papier en daar boekjes van. Want we hebben nog best wel wat leer. Maar ook niet genoeg. Wat een dilemma's allemaal. Trouwens, ik ga wel iets meer sugarcane farmen. Hoe meer, hoe sneller het gaat, weet je. Dan gaan we weer wat van dit eten terughalen. Hatseflats, hatsepats, hatseflats. En voor vandaag komen de caves en mines echt mijn neus uit, jongens. Dus we gaan niet meer minen. Althans, niet vandaag. Daar heb ik gewoon echt geen zin meer in. Yeah! Ja! Waarom sta je er nou nog? Ik ben helemaal daar al geweest. Nee, ik moest even wat opzoeken. Nu stond ze nog. Maar ik zag je op de timer weer aankomen, dus ik dacht, ik blijf nog wel even. Oh, mijn deze. Oké, dan is nu de taak aan mij om even deze allemaal weg te halen, deze furnaces, want ik wil even een hele kleine automatische smelter hebben, waar ik gewoon allemaal steen om kan smelten, of cobblestone naar normaal steen, en dat weer naar stone bricks kan maken, dus we hebben ook even een stone cutter nodig. Maar dan kan ik beginnen met een outline voor mijn kasteel, waar ik mee wil beginnen. En dan kunnen we daar in ieder geval hier veilig alle kisten leggen. Althans mijn kist, en dan kan Reno beginnen bij het huis beneden, en dan kunnen we zo samen een heel dorp bouwen, en Roy die kan het de land fixen. Maar daarvoor heb ik eerst met het ijzer wat ik hier heb, wat hoppers nodig. En dan moet ik ook kisten hebben, zeker. En die liggen allemaal beneden. Oh, ik maak wel gewoon
wat nieuwe kisten. Zo, dan kunnen we hoppers maken. 2 is er genoeg. Nee, ik moet er 4 hebben. 4 hoppers. En dan kisten. Kijk, jongens. Dan ga ik jullie een mooie truc leren. Als je nou dit hier weghakt, dan zo dit erop doet. Dan daar dit weer op doet. Dan daar de furnaces opzet. En dan daarboven zo. Ah, ga nou weg! En dan daarnaast dit. En dan hier allemaal kool in doet. Gewoon zoveel mogelijk kool in douwen. Hoppakee. En dan daarbovenin stoppen we cobblestone, cobblestone. We hebben echt veel te weinig cobblestone. Maar nee! 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 Waarom ben jij hier? Waarom is hier de creeper? Zo. Dan heb ik iets verkeerd gedaan. Oh! Nu moet hierboven moeten nog hoppers staan. Maar die heb ik echt gelijk gemaakt. Ik snap wel wat ik aan het doen was. Geen zorgen. Zo. Zo. En daarop, jongens. Daarop doen we kisten. En daarin gaan de spullen. Ik snap toch niet waarom het niet werkt. Hier, kijk. Hoppakee. Zo. Dan gaan de furnaces gaan aan. Dan gaat het automatisch de furnaces in. Wordt het automatisch gesmolten. En komt het in de kist daar terecht. Laat ik voor nu het hier even bij houden. Dan moet ik alleen cobblestone nog hebben. Even wat meer. En dan kunnen we daarna gelijk fixen. Laat ik gelijk mijn raw copper en mijn raw gold even omsmelten. Hoppakee. Zo. Kijk, dat gaat snel. Hebben we al 4 stone. Hier gaan we eventjes hakken ergens onder. Gewoon een beetje steen regelen. Hoeft niet al te veel, maar een beetje zou gewoon nice zijn. Ga niet weer minen, want dat zeg ik. Daar heb ik echt geen zin meer in minen. Alleen, ja, steen heb ik wel gewoon nodig om een outline te kunnen maken voor mijn kasteel. Kijk, we hebben al een stek steen. Yeah. Nu moeten we alleen nog even stonecutten zien te maken. Daar hebben we dus even wat steen voor nodig. En dan kunnen we gewoon aan de slag. Voordat ik dan ga bouwen, denk ik dat er wel eerst nog net even iets meer hout weg moet. Want anders komt er wel een heel mini kasteeltje. En dan moet de berg even ietsjes platter. En dan kan ik gaan kijken. Laten we 1 diamond gebruiken. Oh nee, trouwens, dit zijn Reno's diamonds. Want Reno had er 5 toevallig, volgens mij. Of 6. Maar die heb ik nu... die zijn nu gewoon weer teruggegeven als het ware. Omdat ik weer ging minen. Hey, wat dachten we ervan, jongens? Ik kan bijna een diamond shuffle ervan maken. Maar laten we dat nog maar eventjes niet doen. Veel bomen zijn gehakt. Het is vooral hierheen. Want ik denk dat ik wil beginnen met een poort. En dan een soort muurtje wil maken. Maar ik heb echt al heel veel hout daardoor gekregen. Alleen ik heb niet genoeg kisten, denk ik. Om het allemaal... Ik heb genoeg kisten om het allemaal op te slaan. Tussentijd hebben we ook weer nieuw steen. En dan wil ik hier de poort maken. Ik denk hier ergens. Dat dit een mooi plekje is als ik deze boom weghaal nog. Als ik even zit te kijken, dan is misschien dit wel een mooie plek voor de poort. Waardoor ik hier de poort heb als het ware, waar je doorheen komt lopen. En dan daar het kasteel. Dus dan heb je hier een soort grote muren misschien omheen. En dan een paar huisjes in het binnenhofje. En dan ook het kasteel er gewoon nog in. Echter weet ik niet of ik dan genoeg ruimte overlaat. Ik denk het wel. Het is natuurlijk best groot hier. Maar het loopt hier ook best wel snel weer stijl af. Nee, ik heb al genoeg ruimte. Nou, we zijn een goed begin aan het maken van de poort. Ik ben echt hyped om een leuk kasteel te maken. Vorige keer had ik namelijk echt een beetje een natuurlijke base, weet je. En een beetje in de vallei zat ik. En het was allemaal hartstikke leuk en zo. Maar deze keer wil ik echt een gebouw. Gewoon echt een... Ik weet het niet. Gewoon een gebouw. Ik denk dat ik even de stoomkutten hier neer ga zetten. Want ik blijf maar heen en weer lopen. Want ik wil bijvoorbeeld nu stairs maken. Ik denk dat het gewoon verstandig is als ik dit meeneem. Hetzelfde voor een crafting table. Hoppakee. Even wat kisten ervan maken. Van dit. Zo. Dan kan ik daar ook gewoon even wat troep neerleggen. Ja. Ja. Ja, ik heb je gevonden. Oh, ja. Nee. Ja. Ja. Nee. Waarom ben je hier? Wat doe je hier? Nether. Waarom? Oh, even kijken. Ik vond ineens dat je het Nether poort, want ik dacht, dit is hem. Dit is hem, gewoon. Maar nu ben je, nu ben je weer hier. Ja, nou ga ik weer. Oké. Ja. Het is echt dichtbij. Ja, het zit allemaal echt, we zitten allemaal echt insane dicht bij elkaar in de Nether. En allemaal ook gelukkig op zo'n ding. Waardoor we elkaar ook niet helemaal een pad hoefden te maken naar elkaar toe, weet je? Wil je het zien? Nee. Zo, je hit heel snel de grond daar. Je hebt een appeltje gestolen. Nou, de appel valt niet ver van de boom. Nee, stop. Nee. Auw! Alsjeblieft niet in de fik steken, anders is het echt zonde. Wat ga je maken? Een ingang. Ik begin met mijn poort. Waar komt dan daar het kasteel achter? Of? Ja, en dan de poort en dan de muren eromheen. En dan met de binnenstadje en dan het kasteel daar. Maar ik begin gewoon met mijn... En dan daar de boerhuisjes of wat? Daar de boerhuisjes, ja, daar beneden. Dit is dan de ingang als het ware. En dan komt hier een toren en daar een toren. En ik heb wat dingen opgezocht. Allemaal gewoon kastelen van daadwerkelijk real life kastelen. En ik wil denk ik eentje met een soort puntdak doen, de toren. En de andere wat hoger. En daar gewoon een rond toren waar je bovenop het dak kan staan, als het ware. Dus dan wordt die hier 5 breed. I guess so, right? Of, nou, dit... Oké, de outline is gemaakt van de dinges. Als het goed is wil ik het een beetje zoals dit doen. Dat de poort iets verder
verder naar achter tussen de twee torens zit, dat je vooral van buiten gewoon een mooie ingang hebt. En dan van binnen is hij natuurlijk ook mooi, maar hij moet van buiten vooral mooi zijn. Dan nu wil ik even kijken. Denk ik dat ik gewoon omhoog wil gaan, maar ik wil ook andere blokken er doorheen verwerken. Zoals gewoon steen en cobblestone. Laat ik eens een beetje cobblestone pakken dat nog niet is gesmolten. Dat is letterlijk dus nog maar 22. De rest is allemaal al omgesmolten. En laat ik eens een beetje een mengseltje maken, want ik denk dat cobblestone er doorheen zelf ook wel echt mooi is gewoon. Ik zie zelfs een beetje steen er doorheen, zoals dit. Ja, dat is mooi. Dat is denk ik wel heel mooi. Ah, steen zelf denk ik niet, nu ik het zo zie. Niet normaal steen. Normaal steen is niet echt heel mooi ertussen. Gewoon steen en cobblestone gemengd. Misschien polished andesite of zo, dat lijkt een beetje op steen. Zo aan de andere kant dus ook. Laat ik voor nu in ieder geval beginnen met gewoon de toren hoogtes maken. En dan even beslissen hoe hoog ik het wil doen. Ik wil denk ik van de linker de... Nou trouwens, als ik het zo zie, deze kant is al lager aangezien de bossen hier lager zijn. En die kant is hoger aangezien de bossen de hoger zijn. Dus ik denk dat ik daar de hogere toren wil met het dak waar je op kan staan. En dan hier de lagere toren met de puntdak erop. Begin ik nu wel gewoon even met compleet normaal steen. Of normaal, ja, stoombrik als het ware. En dan kan ik daarna altijd andere blokken erin voegen. Of gaat het moeilijker? Ik denk dat ik het mezelf er wel moeilijker maak, hè? Ik denk dat ik gelijk maar gewoon cobblestone. Maar dan moet ik eerst even cobblestone hakken. Dan kunnen we, gaan we gelijkmatig dat cobblestone ertussen doen. Anders gaat het echt een pain in the ass worden om het nog aan te passen. Deze combinatie is wel echt lijp, vind ik, hoor. Zeker met mijn texture pack. Dat je echt die dunne strepen erin krijgt en zo. Hier hou ik wel van. Dit vind ik altijd de beste manier om gewoon random te bouwen. In je tweede hand dit blok hebben. En dan af en toe heen en weer kunnen scrollen. Kijk, dit gaat top. Ik bouw eerst even gewoon plat omhoog. En daarna kan ik de details in de muurtje toe gaan voegen. Ik zit oprecht al best hoog. Het is donker. Dat is het enige vervelende. Dus ik moet heel even slapen. Maar ik denk dat ik even de poort maak. Want dan weet ik hoe hoog ik die kan doen. En als die netjes is, dan weet ik dat ik die gewoon even een paar koppen groter moet maken. En dan zal het wel goed zijn. Ik denk dat dit wel hoog genoeg is. Dan heb ik wel echt een mooie hoge poort, weet je. Omdat die ook best breed is. En hij moet hoger zijn dan breder. Hij moet niet vierkant zijn. Dus als ik dat dan ook aan deze kant even doe. Kut, wacht. Ik ben helemaal niet slim. Nou, ik moet de cobblestone natuurlijk aan toevoegen. Ik ben helemaal niet slim bezig nu. Ik maak het mezelf veel te lastig weer. Dan stair. Dan komen hier. Ah, ik ben zo blij dat ik dit seizoen met Dark Oak ga werken. Want imagine Dark Oak. Palen naar beneden. Gewoon fences, weet je, erin. Wacht, die ga ik wel gewoon gelijk maken. Ik heb namelijk nog echt insane veel hout. Dus dat moet wel goed komen. Hier. Imagine allemaal Dark Oak fences erin. Zo. Oh, dit is toch zo'n mooi hout. Dit combineert zo mooi met cobblestone en met stone bricks. Die combinatie is gewoon echt ultiem. En dan doen we hem natuurlijk half open. Dat is ook de leuke bedoeling. Als het ware dat hij ongeveer zoals dit is. En dan misschien een beetje zoals dit. Kijken. Misschien nog eentje lager. Is dat leuk? Ja, ik denk dat dit wel leuk is. Zelfs zou ik hem wel met afgeronde hoekjes zoals dit doen. Dat maakt het wat ronder, weet je? Ja, dat kan wel. En dan hier gewoon gelijk een pad. En ik denk dat ik het pad wederom van dit wil doen. Maar ik had in vorig seizoen natuurlijk allemaal gravel ertussen gedaan. En blaadjes en zo. En ik denk dat ik het nu heel simpel bij dit en coarse dirt wil houden. Coarse dirt maak je ook met gravel. Dus dat ga ik gelijk even ertussen voegen. Dit past. Het is zo'n simpel concept, joh, dit. Maar ik vind het zo'n leuk concept. Hier hebben we even best wel veel coarse dirt. Gaan we dit mooi combineren. En meer ook gewoon niet, hè. Meer wil ik er niet in doen. In het pad, denk ik. Ik denk dat ik het echt bij zo'n simpel pad als dit wil houden. Nu kan ik die hoogte van die toren bepalen. Maar wat ik wil doen aan deze kant is... Even kijken. Oh, ik heb niet meer genoeg cobblestone. Dat is wederom op. Waarom is mijn cobblestone gewoon alweer op? Maar wat ik hier wil doen is nog zo. En dan hier ook gewoon weer overheen gaan werken. Dat het wel netjes afgesloten is. Zoals dit. Want dan kan je hier kan je weer een raampje in het midden doen. Ja, dit is leuk. Dit gaat leuk worden. En dan nog eentje hoger. Zo. Oh, alles is weer op. Maar goed jongens, voor vandaag heb ik ook helaas geen tijd meer om eraan verder te bouwen. We hebben een leuk begin kunnen maken. Ik ben full diamond. En ik denk dat we hier gewoon volgende keer lekker verder mee kunnen. Misschien dat ik iets minder cobblestone doe. En gewoon meer stone bricks zelf. Of een ander blok ertussen. Maar dat mogen jullie me ook even laten weten. Want als ik het nu zo zie, vind ik het wel een beetje heel veel cobblestone. En het gaat ook een beetje in een patroontje, lijkt wel. Dus we gaan bij deze aflevering afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Abonneer zeker even als je dat niet hebt gedaan. Like ook even. We gaan voor 3000 likes. Jongens, kom op. Spreek jullie later. Glaasje water, telt het 4. Flesje bier. Tot de volgende keer. Doei.